Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Het is vandaag woensdag. Woensdag 2:30, allee 2:40. Ik heb heel de ochtend, voormiddag, middag op kantoor gewerkt met Celine. Nu om 3:00 heb ik een call met een ademhalingscoach-achtig zoiets. Iemand die gespecialiseerd is in stress en angst. Zoals jullie weten, of nog niet weten als jullie nieuw zijn, heb ik emetofobie, angst. Stoornis en ik heb hier wel video's over. Ik heb zelfs een playlist over heel het gebeuren. Dus jullie kunnen dat opzoeken. En via ben ik bij iemand terechtgekomen die echt gespecialiseerd is in die dingen. En die soort van oefeningen kan geven en zo om rustig te worden. Ik ging normaal met haar wandelen vandaag, maar omdat het hele dag regende. Het is nu wel net gestopt hier, dus dat is wel zonde. Omdat het heel erg regende, plus ik op kantoor moest zijn, tot nu ging dat sowieso niet meer halen. Dus hebben we een FaceTime call. Dus ik ben heel benieuwd. Karin noemt ze. Ik ben echt super benieuwd ernaar. Ik heb 2 weken geleden al een telefoongesprek met haar gehad. En echt een super, super, super lieve vrouw. Ik voelde mij er direct bij op mijn gemak. Dus ik ben benieuwd, maar ik zal jullie sowieso wel up-to-date houden. En heel grappig, want ik krijg vandaag een doos aan. Ik ga jullie hier even proberen te zetten. Maar ik krijg vandaag dus een hele doos aan met... Ja, ik ga het woord niet zeggen hoe ik de koekjes noem, maar mellow cakes. En dit is van Petit Mellow. Dus ik heb eigenlijk niet direct een idee van waar dat het komt. Maar het is van Van den Beukelen. En dat is een nieuw merk voor chocoladezoenen. Of hoe moet ik het noemen? En ik ben super benieuwd hoe die gaan smaken. Deze is vanille. En deze is met raspberry. Het noemt dus Petit Mellow. En er zit dan ook een klein flesje champagne bij. Hoe leuk is dat? Yay! Makes me happy, hè? Ik ga dat even erin zetten. Dan kan ik zelfs een foto maken. Maar ik heb al alleszins heel veel goesting om de koekjes te eten. Het ziet er echt super, super, super lekker uit. En ik weet niet als dat verstuurd is, omdat daar een week in mijn video kwam. Of dat dat gewoon toevallig is. Maar either way, I love it. Want ik hou van die koekjes. Ik ga mij een theetje zetten. Dan ga ik me installeren in het bureau. Voor mijn callsaus. Notitieboekje en zo er allemaal bij nemen. Ik heb trouwens ook al mijn bewaardozen gehaald. Bij mama en papa thuis. Maar ik wil daar een... Wat is dit? Ik wil daar een video rond maken, een aparte video. Maar dat gaat natuurlijk wel veel zijn. Dus ik ga misschien al een deel van mijn schoolwerk en zo, van toen ik fotografie deed, want ik zie mijn logboeken en alles hierin zitten, dat ga ik misschien wel laten zien. Zelfs. En dan heb ik 1 doos vol met brieven van Celine en mij. Dit zijn, ja, er zitten wel nog zo'n paar bereisdingetjes op. Maar al deze brieven die je hier ziet, zijn bijna allemaal van mij en Celine. Echt te zot voor woorden. Maar wij stuurden elkaar echt zoveel brieven. Wat is dit? Parochie. Dat is allemaal in het Italiaans. Hoe raar. Maar wij stuurden elkaar echt zot veel brieven. Oh, dit heb ik ooit eens moeten maken, denk ik. Brit. Is dat? Ah, dat zijn Celine en ik. Oh my god. Dat heb ik ooit eens op school moeten maken, denk ik. Waarom gaat dat niet van elkaar af? Hier is mijn zusje. Toen die klein was. Nog eens mijn zusje. En hier, wie zijn dit?
Dat is ik en nog een Brit. Een andere Brit waar ik mee op school zat. Hoe grappig. Maar ik zal straks na mijn call eens een beetje er beter doorgaan. Want er zit echt zoveel in. Echt niet normaal. 18 en sexy. Oh, hier is er al eens. Hè. Vlinderverwant, Ties, Sien. HVJ, dat betekent hou van je. En hier ook. Voorheldin, Ties, van Super Sien. Oh god. Dit gaat heel grappig worden. Maar met die brieven ga ik een video maken met Céline zelf. En dan, ik heb ook nog zoveel van de krantenartikels waar Céline en ik in de krant stonden. Fun fact, ik heb ooit in de Joepie gestaan met een heel artikel. Eens kijken, samen met Matthias. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij is ook een redelijk bekende influencer. En hier stond een heel artikel. Dat was in 2015. Dat is ondertussen al 6 jaar geleden. Zalig. Toen bestond de Joepie nog. En nog andere magazines waar ik allemaal heb ingestaan. Dat heeft mijn mama vooral bewaard van mij. Oh, ik weet niet. Ah, hier. Voilà. Hier. Deze ben ik voor. Wie me... Ah, dat is Céline trouwens. Maar ik wou zeggen wie me niet had herkend. Maar ik had Céline zelfs al niet herkend. En dat is Eline. Ook een influencer. Hier Céline en Eline. Hier ben ik. Daar. Hier. Hier samen met Céline. Hier nog eens. Ah, hier ook nog eens samen met Céline. Amai, zot. Dat is ook al even geleden, ze. En hier zijn we nog eens. En hier. Wauw. Echt die bewaardozen met herinneringen aan vroeger en zo. Ga ik voor een aparte video doen. Die doos met brieven van Céline ga ik ook in een aparte video doen. Maar... zelfs na mijn call ga ik jullie wel wat dingen laten zien van mijn school. Er was ook een hele doos bij, vol met camera gear nog. Extra lenzen voor mijn camera. Nog analoge camera's en zo. Echt zot. Dat stond gewoon op zolder. Echt veel geld waard. Maar die heb ik allemaal aan mijn zus gegeven. Want ik weet niet of jullie dat weten, maar mijn zus... heeft ook iets in de media en digitale dingen gestudeerd. En nu nog een jaar nog iets zo. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe het noemt. Maar alleszins, die heeft dat gestudeerd. Allee, die is nog bezig. Die moet nog 1 jaar afmaken. Zo Banaba, of noemt dat. En ik dacht, ik geef dat aan die, want die doet ook zoveel fotografie en zo. Ze had ook echt zo heel veel van die analoge camera's bij. Zo super sampler en zo. Ik weet niet of er hier mensen zijn die dat nog kennen. Maar zo'n camera met 4 oogjes. En dan kon je zo analoge foto's maken. En dan had je zo strookjes. Dat was echt super chic. Dus ja, ik heb dat allemaal aan haar gegeven. Maar oké, ik ga mij moeten haasten voor de call. In het feit, dat zit wel bij in de ademhaling, mm-hmm. Maar dat staat er voor een stukje los van. Ja. Maar dat zien we wel. Nu, wat had ik nu nog? Wat ontspant mij? Bedoelt je dan als ik mij angstig voel of gewoon in het algemeen? Ja. In het algemeen ook, hè? Maar ook als je een aanval krijgt of als je dat voelt, wat doe je dan om hem af te breken, om hem minder snel te laten doorgaan? Ja. Maar wat ontspant je ook in het algemeen? Als ik echt een aanval heb, dan helpt het voor mij heel hard als er iemand bij is die ik ken en waar ik tegen kan praten. Praten helpt altijd veel, maakt niet uit over wat. Ik zeg ook vaak, bijvoorbeeld op een vliegtuig of zo, ik zeg maar iets. Als ik dan begin te voelen dat het begint, dan zeg ik ook bijvoorbeeld tegen mijn partner of mijn ouders van... vertel iets tegen mij, maakt niet uit wat, vertel gewoon iets... Ik denk ook dat mijn gedachten dan kunnen afgeleid worden. Ja. Dus dat helpt mij wel. Ja, en vluchten doe ik ook heel vaak. Als ik echt in een winkel ben of zo en ik denk ineens... oei, ik voel me precies niet goed. Dan begin ik mij al wat op te jagen. En dan laat ik soms ook gewoon alles achter en ga ik naar buiten. Ja, ben je weg. Ja, en dan buiten
waar kan ik wel wat rustiger worden, ook, ja. Maar ik moet altijd je zit wel even. Ja. Buren, nee, je zit inderdaad. In de frisse lucht. Ja, allee, dat doet ook wel echt deugd. Ja, dat is ook normaal, hè. Als je je misselijk voelt, dat is bij iedereen hetzelfde. En je bent binnen en je kunt buiten gaan, dat voelt al ja. beter aan. Ja. Gewoon door het feit van er is normaal gezien meer frisse lucht, meer zuurstof in ja. de lucht. Dus je gaat gemakkelijker doorademen. Ja. Dus dat is. Normaal ja. dat je daar dan van zegt, ah, maar dat voelt voor mij ook wel beter aan. Ja. Dus dat klopt. Ja. En om gewoon nu te ontspannen, als je goed voelt, wat doe je dan? Ja, oké. Okay. En dan teken ik dat gewoon eigenlijk. Ja. Oké, okay, mijn call is gedaan. Met Karin. Echt zo'n lieve vrouw, echt waar. Gewoon zoal... Allee, ik ben vrij angstig als ik iemand nieuw ontmoet. Allee, angstig is ook een groot woord, maar zenuwachtig, zal ik het zo zeggen. En ja, echt zo'n heel goed gevoel, heel op mijn gemak gewoon al door haar te bellen. Dat vond ik al gewoon heel fijn. En we hebben van alles besproken, ook wat ze allemaal precies doet. Maar zoals ik zei, ze is dus een ademhalingscoach. Ik praat hier ook niet over omdat dat is niet gesponsord of zo. Hè? Helemaal niet. Hè? Ik praat er niet over omdat ik daarover moet praten of zo. Of dat ik daar betaald voor zou krijgen. Helemaal niet. Ik praat er gewoon over omdat ik weet dat er velen van jullie struggelen met angsten en met stress. En ik ook. En ik onderneem dit. En ik weet gewoon dat jullie dat zeker interessant zouden vinden. Dat ik ergens jullie kan helpen. Daarom wil ik dat gewoon graag delen. Maar we hebben dus een oefening besproken. Ik ben trouwens zo licht. Misschien als ik mijn donkerder kan zetten. Is het niet beter? Ik denk het. Maar we hebben een oefening besproken die ik deze week ga doen. De golfjes tekenen samen met mijn ademhaling. Ja, ik ga... Niet in detail gaan, want voor iedereen zijn zo'n oefeningen anders. Hangt er vanaf wat jij nodig hebt. En ja, ik kijk er heel erg naar uit om hiermee aan de slag te gaan. Het ook gewoon zijn om een deel rust in mijn leven te steken. En een moment van rust in mijn dag, 3 keer. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga hiermee aan de slag. En dan volgende week heb ik opnieuw een afspraak. Dan gaan we waarschijnlijk wandelen. Als het niet zo'n regenweer is. Maar ondertussen is de zon er dus uit. Maar ja, stom. En ondertussen heeft Milky zich echt helemaal op mijn schoot lang uitgelegd. Cutie. Ondertussen is Niels ook thuis. We wel wat tijd hebben natuurlijk. Wat? Heekjes. Wat moet je? Moeten we wel wat tijd hebben natuurlijk. Want ik moet u volgen voor Oké, we gaan dus binnenkort een camp Thalisa spreekt campus vlog opnemen. Of nee, Niels leert Thalisa campus, beter gezegd. Gewoon een volledige dag in het campus. Een volledige dag in het campus. Maar ja, dan moeten we echt wel samen zijn, want anders kan ik dat niet praten als ik alleen ben. Kan ik zeggen dat niet. Ja. Oké, maar dat komt er dus binnenkort aan. Ik denk ook dat mijn... Yes. Mijn camera was plat, dus die is afgevallen. En ik weet niet meer wat ik wou zeggen, maar alleszins. Ik zal de link van Karin onder in de beschrijving zetten als jullie zelf ook eens een ademhalingssessie of zo willen. Ik vond het wel echt super aangenaam. Allee, aangenaam, ja, dus natuurlijk om te helpen. Hè. Dus ik heb nog wel wat sessies te gaan. Maar ik vond het wel heel interessant en zo kunnen jullie ook wel eens lezen wat dat precies allemaal is. Maar ik had beloofd... ik heb hier echt nog zo'n oude portefeuille van Kipling. Er zitten echt nog foto's en zo in. Eeuw, dat stinkt. Dat stinkt. Wat is dat, man? Eeuw. Oké. Maar ik ging nog een paar dingen dus laten zien van mijn school. Maar ik heb echt zoveel rommel verzameld in mijn leven. Eens zien. Ik ga beginnen met deze. Dat zijn mijn logboeken. Normaal is de ene wel nog vol, denk ik, en de andere niet. Of toch maar, toch niet helemaal. Nee, oké, deze is leeg. Maar
toen ik fotografie en video studeerde op een kunstschool, had ik ook altijd een logboek, noemde dat. En daar schreven we ideeën in. Dus dat is wel chic om te zien. Ik weet niet wat dat dit is, maar... foto's. En dit was mijn... oh ja, dat is van 2007, 2008. Oh, en hier zitten dan ineens foto's in van onze boeklounge. Kijk dat die daarin zitten. En dit is dus mijn logboek. Ik zal er gewoon eens wat door bladeren. Daar stonden zo foto-opdrachten in, zoals kikkerperspectief, hoe ik video's wou filmen, al die dingen eigenlijk. Ook heel veel rare dingen soms. Maar ja, deed kunst, hè, dus ergens ben ik een beetje raar dan zeker. Allee, raar niet, maar creatief of zo. Hier, dat was een opdracht voor fashion, wat ik moest doen. Dus dat waren mijn ideeën daarvoor. Dat deed ik ook echt het liefste. Zo fashion en portret. Zo perspectieven en zo van die opdrachten, dat vond ik maar niks. En dit is al voor het volgende jaar. Maar ik heb altijd hierin gewerkt. Oh, en dit is mijn analoge foto's voor angst. Dat is mijn zusje trouwens. En hier zul je het zien. Speciaal. En hier ook was dus. Ik had onderwerp angst blijkbaar. Het zijn ook allemaal negatieve. Het is niet voor u, Niels. Ik moet het nog niet eten, want ik moet er nog een foto van maken. Niels is aan het kijken naar de dingen. Oh, meisje. Naar de... hoe noemt dat? En dat noemt van de bulken. Nee, hoe noemen die dingetjes? Mellow cakes. Mellow cakes, petit mellow. Oh, hier is een foto van mijn opa met mijn papa in zijn armen. Zie je? Vrij werk met Céline. Kijk, daar was ik zwanger. Meisje. Hoe leuk. Met een kapsel ook. Dank je. Precies een bles. Ja, ik had ook een bles. Grappige dingen wel erin, ook zo van school en al. Allee, van foto's, zo van in de klas en alles. Maar ik kan niet alles laten zien, maar... dat is hier met Michelle en Michiel. Allemaal zo van die dingen. En dat is dus mijn logboek. Dat gebruikten wij dus echt zo voor... ja, inspiratie in te schrijven, ideeën in te schrijven en zo van die dingen. Dat is wel cool dat ik dat nog heb. En dan hier zijn een paar van mijn foto's van mijn, hoe noemt dat, voor foto's. Amai, een paar, dat ding zit hier eigenlijk helemaal vol, oké. Maar dat zijn allemaal prints. Dus hebben dit, dat is al wel iets met... interieur geweest, interieur. Huizen of zo geweest zijn, gok ik. Heel nog chic. Dan hebben we hier een bommetje. Geen flauw idee wie dat is, maar cute. En die foto's heb ik dus allemaal gemaakt, hè. Dat was toen voor een opdracht model. Ik denk trouwens dat dit allemaal van een Antwerpen is al. Toen ik aan de hogeschool zat. Een Vespa. Dat is... iets met licht en textuur, denk ik. Deze ook. Dat is een kartonnen doos. Dat is niet zo zeer interessant. En dit is, gok ik, een opdracht voor beweging. Deze. En dit heb ik geen idee. Wie is dit zelfs? Ah, Liz. Dat is Liz, denk ik. Ik heb geen idee voor wat die opdracht is. En hier Samir. Ik grappig, twee keer dezelfde foto. Dus dat is allemaal van een Antwerp toen ik op Karel de Grote Hogeschool zat. Super, nog eens Liz, hetzelfde. Wie is dit? Oh, Michelle. Ja, toch hè? Ja, Michelle. Ook ooit gemaakt. En deze is hetzelfde, daar zitten ook wel een paar dezelfde tussen, dus die ga ik niet laten zien. En hier, wie zijn dit zelfs? Ik moet wel zeggen, dat is wel een mooie foto. Wat zijn
poep. Ja, kantjes. Sowieso ben ik dit. En, ja, oh, ah ja, dat ga ik niet laten zien. Amai! Dat is mijn borst, hè? Ja. Dat is een foto van mijn borst, voor mijn borstvergroting. Dat is toch niet niks? Hallo Niels! Wat? Oh ja, dat is toch echt niks? Ja, niet, ja, dat is ook omdat dat een beetje wit is, denk ik. Maar die ga ik niet tonen. Benen, ook mooi. Ik vind dat wel een mooie reeks. Vind ik echt wel een mooie reeks, niet? Chic. Ja, dat is mooi. Dan, dit was iets met licht, gok ik. Of productfotografie was dat, denk ik. Dan, een meisje. Ik heb geen idee wie dat het is. Het zal iemand van in mijn klas geweest zijn, denk ik. Nog karton, karton, gebogen vork, licht. Dus dat zijn zo allemaal opdrachtjes die ik heb gehad. Ja, nog eens mijn boobs, amai. Maar dat is dus een reeks van een man en een vrouw en ook het bovenlichaam en dan de boob, zoals ik liet zien. Dan dit. Dat is een tatoeëur. Dat was ook blijkbaar iets wat ik heb gedaan. Deze. Oh, deze is wel vet. Deze is wel chic, moet ik wel zeggen. Wat is dat? Tattoo-artiesten. Ja, nee? Dat was ook iets van mijn opdracht. En dan hebben we dit. En deze is ook wel chic. Hm. Dark Angel Tattoo. Dan nog de mijn. Een straat met een gat erin. Dat is ook een opdracht. En allemaal straten met gaten erin. Dat zal ook een opdracht geweest zijn. Dit was mijn eerste fotoshoot die ik ooit heb gedaan. En dan deze. Grappig dat ik dat zo nog allemaal heb. Echt zo allemaal foto's van fotoshoots. Maar ah, dit is ook wel een opdracht die ik voor school had gemaakt over 3 generaties of zoiets. Ja, oké. Okay. Interesting. Dat was ik op de trouw van mijn tante, denk ik. De scouts, meisjes. Ja, ook op de scouts. Dat zit hier zo echt allemaal tussenin. Dit zijn Celine en ik. Amai, hoe oud. Selfies van mezelf. Ook nog Celine en ik. Oh ja, Celine, dat ben ik. Elisa wordt 18. Hier ook. Lisa 18. Schattig, mijn vriendinnen. En mijn ouders hadden dat toen zo allemaal geregeld. Was wel leuk. Toen mocht dat nog, hè. Nu word ik 30 en het zal geen vette zijn. Een boekje. Blij met stress. Ik was dus toen al bezig met stress. Wat is dit allemaal ook zelfs? Dat ben ik. Oh, met Freya. Amai. Oh my god, hoe emo. Oh my god. Ik vond mijn haren wel altijd heel cool vroeger. Nog ook allemaal dvd's van op de palet. En een zakje met hele oude extensions. Eeuw. Oké, Thalissa, oké. Speciaal. Oh man, hier zijn nog allemaal van die foto's. Maar ja, dat ruikt nu al allemaal zo heel oud, hè. Wat gaat dat binnenkort? Amai. Hier ben ik. En zoals je ziet zit ik op het toilet. Op een feestje. Ik ben vrij zeker dat dat op een feestje is. Ik denk in de zoo of zo. Wie is dit? Oh. Daar hebben we de kaart. Mooi. Oh, oh my god.
met Michel. Oh, onze eerste kat, Azara. Cute. Wat dingen van op internaat en zo. Maar ik kan natuurlijk niet alles tonen, hè, want... Oh, Stef de Kort. Is er ondertussen niet meer, spijtig genoeg. Maar... Oh, leuk. Ik ga dat doorsturen naar zijn mama zelfs. Amai. Mijn bed. Oké. Oh, met Kiki en Jorren. Op internaat. Sommige foto's. Oh, met Brit. Hoe schattig. Ga ik ook doorsturen zelfs. Sommige foto's zijn echt dat je denkt, wat is dit? Oh, hier zat ik in het... Dat is 2006, dus in het vierde middelbaar, denk ik. En hier ben ik. Nooit. 2007. Mijn mama schrijft dat er zo allemaal op. Oh my god. En met Marijke. Oh my god. Oh, het is ook nog met Brit. Met Marijke. Oh, Freya. Amai. Ook met Freya. Maar oud. Dat is echt wel oud. En hier ben ik ook met Celine en Petrushka. Ik ben de middenste, Celine als Petrushka. Ook Celine en ik. Oh my god. Die ga ik ook doorsturen. Is wel ook echt oud. En hier ook Celine en ik. Je ziet, we waren toen al zo goed als onafscheidelijk. Oké, ik denk dat ik de rest ga houden voor de andere video. Dat ik echt heel mijn bewaardozen leegmaak, want dat blijft komen. En anders wordt het veel te lang. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Dag muffin. Hups. Hey, zeg dag. En dan zie ik jullie in de video maandag.